Nou, je ziet hier een, achter ons een prachtige binnenstad... waar leisure een aanvulling zou kunnen zijn. Dus ik ben daar aan het onderzoeken wat mogelijk is. Dus in de binnenstad een attractie, onder andere voor kleine kinderen... dat de ouders kunnen shoppen en de kinderen veilig in een attractie... een aantal uren kunnen doorbrengen. Daardoor een professioneel team worden begeleid. En dat het shoppen en leisure hand in hand kunnen gaan. Dus in de binnenstad, zeker ook met de Mall of the Netherlands in het achterhoofd... moeten wij zorgen dat de loop hier blijft. Een attractie rondom de Uithof, een nieuwe attractie... zal een welkome versterking zijn. Zeker ook als Kijkduinenbad straks helemaal af is... dat we ook in die hoek meer mensen krijgen. Het voordeel van Den Haag ten opzichte van Amsterdam is... dat wij een natuurlijke spreiding hebben. Dus wij kunnen daardoor ook veel meer toeristen aan. Want we hebben ook nog Scheveningen bijvoorbeeld. We hebben Scheveningen, daar is het druk. Maar we hebben natuurlijk de binnenstad. Maar als je nu kijkt dat we de binnenstad kunnen verruimen... mijn ambitie is om Chinatown meer bij de binnenstad te betrekken... dat ook meer mensen daar als toerist gaan vertoeven... Ja, we hebben ruimte in Den Haag Zuidwest met de Uithof en Kijkduin hand in hand... om daar wat meer toerisme te ontwikkelen. Ja, en we hebben natuurlijk Kijkduin. Als Kijkduin dan helemaal af is, ja, dan is dat ook weer echt een toeristentrekker van formaat. Dus we kunnen voorlopig heel veel kanten op in Den Haag.